Ja, ik hoop dat ik hem ergens kan vinden. En kijk, daar hebben we hem al. Dat is dus wat ik bedoel. Hier zo is een Keknia. Nou wordt het alleen lastig. Hij is level 21. We gaan het gewoon proberen. Hallo kijkers van Gaals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Pixmon, de nieuwe dagelijkse serie natuurlijk. Vorige aflevering zijn we een beetje op zoek geweest naar bepaalde Pokémon. We hebben niet echt heel veel progressie kunnen maken, want ja, we waren nog een beetje aan het klunzen en zo. Deze aflevering ga ik dat even anders doen, want ik ga sowieso eerst even beginnen aan wat Pokéballs, we moeten even gaan minen. Het is misschien jammer, het is net nacht. Eigenlijk had ik dat de vorige aflevering direct moeten doen. Ik ga niet moeilijk doen voor huisjes trouwens, voor hout trouwens. Ik hak gewoon zo'n huisje weg. Hebben we zat hout. Ik denk dat ik even een mine moet gaan zoeken sowieso om eventjes wat spulletjes te gaan verzamelen. Zoals bijvoorbeeld kool, wat spullen voor de furnace, wat iron voor de pokeballs. Want ik heb nog helemaal niks wat dat betreft. Even kijken, we gaan even zo. Dit wordt echt even zo'n survival aflevering weer, mensen. Het is jammer dat het aan het begin moet. Dat zal bij de eerste natuurlijk altijd lastig zijn. Bij de eerste 7 dagen. Want deze Pokémon die zullen denk ik niet heel erg hoog worden. Omdat het gewoon heel moeilijk is om te doen. Je moet natuurlijk een heel begin maken. Vandaar. In ieder geval, even kijken. We hebben hier al wel wat apricorns. We kunnen even een furnace maken. Eventjes 2. Dan kunnen we in ieder geval... we hebben nog geen kool natuurlijk. Ik kan wel even wat charcoal maken. Dat is ook gewoon wel handig. Even kijken. Dan doen we gewoon zo even met zo. Dan ga ik even wat extra hout ophalen. Hak ik even wat hout hier van de huisje af. Dan kan ik wat charcoal maken. Kan ik daar in ieder geval alvast wat torches van maken. Dan heb ik dat probleem niet meer. Hoppakee. Deze weg. Hier kunnen we even een heleboel hout vandaan toveren. Zo. Ik ben wel blij dat ik food heb uitgezet trouwens, want ik had echt geen zin om de hele tijd eten te gaan verzorgen. Dat vond ik van die vorige Pixmon, vond ik dat echt een blunder die ik eigenlijk had gemaakt. Maar ja, ik had het eenmaal gedaan, dus dan moest ik het ook op die manier afmaken natuurlijk. Even kijken, wat extra hout. Hiermee kunnen we de furnace weer even aanzetten. Ik zie dat die nu al klaar is. Even kijken. Zo doen we nog eventjes 6 om 6. Dan krijgen we even wat extra. Dit gebruik ik even voor torches. Dat zijn er in ieder geval iets. En dan kan ik die andere gebruiken om apricorns eventjes te... Even kijken, zo. Hoppakee, dat zijn er 8. Dan heb ik nog wat cobblestone. Maak nog even een extra cobblestone pickaxe. Dan zijn we in ieder geval ready om te gaan minen. Hier hebben we nog 2. Even kijken, dan hebben we er nog 1 nodig. Dan kunnen we alvast de rode en de blauwe kunnen we alvast gaan doen. Even kijken, zo. 2 maak ik er nog torches van. Zo, die eronder en dan deze even zo. Oké, dan hebben we 16 torches, moet even genoeg zijn, want daar vinden we waarschijnlijk wel kool. Dus dat is niet zo'n heel groot probleem, dan halen we dit voor de rest weg. Dan doen we hier even eentje en doen we even de rode erin. En doen we hier even eentje en doen we de blauwe er even in. Dan kunnen we in ieder geval straks misschien al aan ultraballs gaan, of aan greatballs gaan beginnen. We hebben natuurlijk nu helemaal geen pokeballs. We moeten even op zoek naar een cave. Hier in de buurt het liefste. Even een klein stukje lopen is geen probleem. We moeten even wat gaan vinden. Misschien dat we ondertussen ook Pokéloot tegenkomen. Je weet het maar nooit. Keknia kan nu wel spannen. Het is nacht. Maar ja, we hebben geen Pokéballs. Hier hebben we gelijk een grot. En gelijk goed nieuws. Gelijk heel veel iron. Nice. Oh shit, dit is echt heel veel iron volgens mij. Valt nog wel mee. Nee, hier gaat het ook weer verder. En hier gaat het ook nog eens weer verder. Dit is best wel een grote ironpijl volgens mij. Het zijn er 8. Oké, nice. Wauw, dit is een beetje raar gespand. Even kijken, hebben we hier nog wat iron? Oh, wauw. Dit is best wel een chille mine om zo maar te zeggen. Want ik ben tot nu toe, kom ik overal shit tegen. Hoppakee. Wat kool meenemen. Want we hebben toch wat kool nodig, zoals ik al zei. Kan ik even wat torches maken en kan ik wat dingen in de furnace gooien. Want we moeten wat pokeballs gaan maken. En het beste is dat als ik daar dan even een hele aflevering op ga focussen, dat ik in ieder geval wat Pokémons kan maken. Ik moet natuurlijk 1 teampie maken en daar moet ik het mee doen. Daarom is misschien die snelle keuze van bepaalde Pokémon niet zo heel erg slim geweest. Net zoals Geodude. Ik vind wel dat ik zeg maar als ik een Graveler heb, dat ik hem ook daadwerkelijk mag switchen voor een Golem lijkt me. Want het is een beetje lullig om... zeg maar zonder die Golem te gaan spelen als ik wel een Graveler in mijn team heb. Misschien is dat ook wel de challenge, maar hè,
Ik bedoel, normaal in een server had ik ook gewoon kunnen traden. Dus ik vind wel dat ik die golem mag pakken dan. Hier hebben we nog wat spulletjes. We hebben hier wat silicon. Maar ja, daar hebben we niet heel erg veel aan. Daar kunnen we alleen een Team Rocket pakje van maken of dat soort dingen. Toch ga ik het wel meenemen als ik er geen iron pickaxe voor nodig heb. Even kijken, nog meer iron. Zo, heb ik hem? Ja, ik heb hem. Oké, kan ik dit minen? Ja, dit kan ik minen. Oké, mooi. Dan neem ik het gewoon mee. Zo, hebben we hier nog wat? Ja, hier zie ik bauxiet. Oké, en daar heb ik volgens mij wel iron voor nodig. Of kan dit ook zo? Nee, toch? Nee, dat kan niet op deze manier. Dan ga ik heel even wat cobblestone hakken. Want die bauxiet hebben we toch binnenkort nodig om eventjes een pc'tje in elkaar te craften. Dus even kijken, we maken even een crafting table, zo. Die flikkeren we even hier op de grond neer. Hoppakee, even furnace maken, zo. En dan smelten we even wat iron om. Altijd handig. Zo, want ja, die bauxiet die moet ik toch echt hebben. En ja, als ik die niet heb, dan kan ik niet zo snel een pc of een healer maken. Als ik dan een mob tower vind, dan is het natuurlijk zonde. Dan moet ik eerst weer op zoek naar bauxiet en zo. En dat kan ik beter allemaal dan in één aflevering doen, dan dat ik er meer afleveringen voor bezig ben. Want in principe wordt dit team daardoor niet echt heel veel sterker. Even kijken, dat is al twee. Nu nog eentje erbij en dan hebben we ook in ieder geval een wat snellere pickaxe. Dan hoeven we ook niet zo langzaam te doen over kool en andere dingen. Hoppakee, ja, dit hebben we. Hop, en zo. Oké, iron pickaxe. Zo, en dan gaan we even de bauxiet meenemen. Hoppakee, dat is 1, 2, nou ja, het zijn er maar 3 helaas. Het is niet zo superveel, ik neem deze ook weer mee, zo. En dan gaan we even deze kant op. Ik neem nog wat extra kool mee, want ja, dat zullen we toch nodig blijven houden. We hebben straks ook de mechanical anvil die zelf de dingen gaat maken. Ook daar zullen we wat ja, spulletjes voor nodig hebben. Ik weet niet meer precies hoe je hem maakt, maar daar komen we straks wel weer achter. Hoppakee, wat kool extra. Nooit, kan nooit geen kwaad. Zo. En dan moeten we nog even kijken of we hier nog... Hier hadden we nog wat iron. Nog wat extra bauxiet wil ik eigenlijk hebben. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Ik heb denk ik even kijken, 6 bauxiet voor de pc nodig. En ja, voor een healer heb je volgens mij ook iets van 6 nodig. Dus ja... Dat wordt nog even zoeken. Silicon, hoppakee, neem ook maar gewoon mee. En dit loopt volgens mij dood. Ja, dit loopt dood. Voor mij was er nog wel een andere kant die ik op kon in de dungeon. Tenminste, hoop ik van wel. Anders is het een beetje vervelend. Ik zie hier nog een weg die ik naartoe kan. Nee, maar dat is weer te hoog, want bauxiet die spant lager. Hier kan ik nog naartoe. Hier zit alleen een beetje lava. Hier zit wel bauxiet, dus ik moet even die lava gaan blokken. Hop, hop, even weg met die lava, zo. En ik zie daar ook kristal, maar kristal hebben we dan weer niet nodig. Ja, ook volgens mij voor armor pieces of zo. Oh, nog meer bauxiet. Het is maar goed dat ik die lava weg heb gehaald, want hier komt opeens weer een hele schat tevoorschijn. Hoppakee, dat is 1, 2, oh, nou is alleen het licht uit hier. Hoppakee, 3, en hier zijn er weer een paar. 1, oh, oké, doe maar. Het zijn er weer, het zijn er alweer 5. 6. En er komt nog eens iron achteraan. 7. 8. 9. Wat? Zo, 9 stuks aluminium. Gewoon naast elkaar. Dat is echt mooi meegenomen. Nou kunnen we gewoon eigenlijk weer terug naar boven. Want ja, we hebben al wel wat iron. Ik weet niet of het voldoende is. We kunnen in principe nog wel even doorgaan. Hier hebben we ook wat rubies. En wat sapphire. Jezus, deze mine. Ik blijf maar gewoon objecten krijgen. Oh, en we hebben ook genoeg om een sapphire pickaxe te maken. Nice. Nou hak ik mijn torch weg. Dat is niet nice. Zo. Holy shit. We krijgen echt veel in deze mine gewoon. Gaan we hier naar boven. Dan is dit volgens mij wel het einde. Of konden we die kant nou nog op? Ik weet het niet. Voor mij konden we hier nog heen. Is hier nog wat te vinden dan? Ik kan hier nog. Oké, hier loopt weer een klein weggetje. Een paardje. Ah, hier hebben we ook weer rubies. Oké. Ik denk dat we straks gewoon linea rec naar huis toe kunnen. En dan kunnen we gelijk verder. Want hier, nog meer bauxiet. Ook weer eentje meegenomen. Hoppakee. En hier is alweer een uitgang van de mine. Oké, nou ik denk dat we gewoon eruit gaan. En ik zie dat we hier klei hebben. Ik weet dat we ergens een bloempot voor nodig hebben straks. Later in de game. Dus ik ga wel even wat klei meenemen alvast.
Dan kan ik dat in mijn chesten storen. Heb ik dat ook niet meer nodig. Hoef ik dat ook niet opnieuw te halen. Even kijken. Dan gaan we even naar huis toe. Want we zijn nu ondertussen 10 minuten aan het minen geweest. We hebben in ieder geval wat iron. Ik denk dat we de iron niet eens voor tools hoeven te gebruiken. Want we hebben natuurlijk sapphires en rubies en zo. En die tellen even goed als iron volgens mij. Dus dat hoeven we niet te doen. Onze apricorns gaan ook de goede kant op. Zwart is helaas nog niet gegroeid. Dus als we die hebben, dan kunnen we dat in ieder geval doen. Even kijken hoor. Hier heeft wat kool nodig. Die heeft wat kool nodig. Zo, die kunnen dan weer verder. Als het goed is staan er genoeg blauwe en rode hier zo weer. Die daaruit komen kan ik dan weer gebruiken voor uitbreiden. Alles wat ik hier nog heb kan ik gebruiken om gewoon rustig wat mee te farmen. Even kijken hoor. Dan maak ik even nog twee furnaces erbij. Want dan kan ik ook nog eens even wat iron en alles gaan omsmelten. Hoppakee. Hier doen we de bauxiet in. Even kijken. Oh ja, shit. Waar ik helemaal geen rekening mee heb gehouden is dat ik ook natuurlijk een anvil moet maken. En die kost ook al wel wat iron. Dus ik denk dat we een van deze afleveringen nog wel een keer terug moeten gaan om te gaan minen. Maar nu nog niet. Ik wil nu eerst wat pokeballs hebben, zodat ik in ieder geval wat pokémons kan vangen. En om het even een beetje voor jullie te verkorten, ben ik zo meteen bij jullie terug als ik wat pokeballs heb. Anders moet ik hier de hele tijd rondom gaan staan en dat heeft ook niet zo heel veel zin. Goed mensen, daar ben ik weer. En we hebben wat pokeballs kunnen maken. Tenminste, we zijn er bijna. Zoals je kunt zien, ik heb een hele hamer zowat kapot geslagen. Nog 7 durability. Ik durf niet eens verder te gaan. Anders is die helemaal kapot. Tenminste, kan ik er nog 1 halen? Ik hoop het. Ja, nog eentje. En nu heeft hij -2. Wat? What the fuck? Mijn hamer heeft -2 durability. Dan zou het toch betekenen dat hij elk moment kapot moet gaan. Maar in ieder geval, ik heb wat stone kunnen maken. Even kijken, ik heb buttons nu. Ik kan die onder, die up en zo. Ik heb great balls, kijk. En dit gaat dus al een heel verschil maken. Dit stop ik allemaal weer eventjes in de chest. Even kijken, deze mag ik wel bij me houden. Deze kan eventjes allemaal daarin. Hoppakee. En nou is het dus eventjes de bedoeling dat we gaan kijken voor wat extra Pokémon. Want wat we nog willen hebben is natuurlijk een extra dark of een extra stone Pokémon. Dark, of nou, nee, niet dark, godsamme. Ik zit heel met dark in mijn hoofd omdat ik een Tyranitar wil ik hebben. Maar, nou zeiden mensen bij mij onderin de video van, ja maar Dylan, Tyranitar, Larvitar en Pupitar zijn helemaal geen rock types. Nou, ik heb het even opgezocht. Pupitar en Larvitar zijn zekerste weten rock types. Ze zijn rock ground. Dus ja, ze zijn het wel. Alleen, dat betekent dus ook dat we bergen moeten vinden. En het lullige is, ik heb nog steeds geen vliegpokémon. En begint het nou nacht te worden? Ja, het begint nacht te worden. Dus het is misschien ook wel verstandig, als we die Keknia willen, dat we toch even naar... Hey, we hebben hier een TM gevonden trouwens. Dat we eventjes naar de desert gaan. Ik wil overal naartoe, behalve naar de goede richting. Ik heb ook een lijst bij me genomen met allemaal rock-type pokémons. En er zijn zeker wel een paar lijpen tussen. Met als bijvoorbeeld Layren en Aggron zijn rock-types. Rhyperior is natuurlijk een rock-type. Maar ook Roggenrola en dat soort Pokémon. Ja, ik weet niet. Ook Macargo is bijvoorbeeld een rock-type. Met een rock-fire. Ja, ik weet niet. Er zijn zoveel lijpe Pokémon die ik nog kan krijgen, zeg maar. Wat we ook even gaan doen is trouwens wat trainen ondertussen. Dat is misschien wel verstandig met onze Pokémon, want we zijn nog helemaal niet aan het trainen toegekomen. En we zitten ondertussen al op aflevering 3, niet te vergeten natuurlijk. Keknia kan nu dus ergens in de desert spawnen. We gaan even een oogje open houden. Drapion, nee, dat hebben we niet nodig. Ik hoop dat ik hem ergens kan vinden. En kijk, daar hebben we hem al. Dat is dus wat ik bedoel. Hier zo is een Keknia. Nou wordt het alleen lastig. Hij is level 21. We gaan het gewoon proberen. We gaan hem even proberen low te krijgen als het lukt. Hij maakt ons wel in één keer best low. Overleef ik met 1 HP? Ja. Kan ik... Nee, it doesn't affect. Shit. Die heeft hij dood. Oké, dat ging heel makkelijk voor hem. Bellsprout dan. Ja, Vine Grip doet natuurlijk niks op hem. Kijk, dat bedoel ik. Dus deze Pokémon is zo sterk. Ik ga gewoon wel een Great Ball gooien. Hopelijk werkt het in één keer. Ik hoop het. Want we willen heel graag een Keknia hebben. Maar, hij is eruit. Potion Sting. Oké, dit doet niet heel veel op... Kan ik... Oh, nee, ja, dat bedoel ik dus. Nee, we moeten alweer rennen.
Ik ga eentje zo op hem gooien. Misschien dat het lukt. Ik wil hem heel graag hebben, maar het is een beetje een lastige Pokémon. Nee, hij gaat er alweer uit. Nog een keertje dan. Ik wil niet al mijn Pokéballs eraan verspillen eigenlijk. Kom, nee, alweer niet. Shit, sorry. Nog eentje dan? Ik durf echt niet meer te gooien hoor, want anders gaat al mijn Pokémon's Pokéballen eraan. Maar Keknia wil ik zo graag hebben. Ja, we hebben hem. Yes! We hebben gewoon de Keknia. Oh my god. Oké, okay, het heeft me wel wat Great Balls gekost. Maar we hebben hem wel. We hebben een van de nieuwere Pokémon mensen. Dit is freaking awesome. En Keknia vind ik gewoon... Cacturn vind ik gewoon een super lijpe Pokémon. Nice, we hebben deze gewoon. Ja, nu is het doel dus eigenlijk om de bergen te gaan vinden. En dan een beetje onze Pokémon te gaan trainen. Want we lopen natuurlijk nu wel erg achter qua training. Dat loop ik al de hele tijd te zeggen. Maar het is ook gewoon zo. Want ja, we hebben nog niet zulke hele hoge Pokémon. Ik moet me ook een beetje gaan focussen op de PC. Alleen daar heb ik Redstone voor nodig. En ja, dan moet ik ook weer gaan minen. Ik denk dat het wel verstandig is dat ik offscreen een beetje ga minen. Niet dat ik de hele tijd onscreen alleen maar bezig ben. Ja, en nu is het dus gewoon even zoeken naar bergen. Ik hoop dat hierachter ergens gewoon bergen zijn of zo. Dat ik niet al te moeilijk hoef te doen. Oh, ik word aangevallen door een Slugma. Dat is niet heel erg een fijn gevoel met allemaal gras-Pokémon en zo. Ik ga er gewoon gauw vandoor. Ik zie hier wel allemaal Pokémon waarvan ik denk van misschien kan ik die wel aan. Wacht, laat ik eens proberen. Kan ik deze Sandslash gewoon... Oh wacht, hij valt mij aan. En Hoppip is niet zo heel erg sterk tegen een Sandslash. Hoppakee, switchen naar Keknia. Oh, die doet Rollout. Oké, Absorb. Pff, nee, dat gaat niet echt werken. Ja, daar, die is dood. Magnitude, kom op. 6, nou dat is ook niet echt. Dus zeg van... 5 ook niet. Ah, en hij doet er ook eentje en die doet 8. 5. Stop. 5. Waarom wil het 5? Stop het. Vine Whip dan. Nee, het doet ook niet super veel damage. En ook Bellsprout gaat er onderdoor. Of niet? Nee, ook, ja, ook die is weg. Jonge, 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 jonge. Ja, dan moet ik het met tackles doen van de Hoppip. Maar ook Hoppip is uitgeschakeld. Ja, en nou moet ik dus Ditto inzetten. Wat helemaal niet de bedoeling is. Weg. Weg. Nee. Ja, oké, dan zo. Ja. Oké, dat gaat nog niet zoals dat het hoort te gaan. Ik had iets te veel hoop bij die Sandslash. Ik dacht van mijn Keknia, die kan hem misschien wel aan. Maar Keknia is toch nog niet zo heel overpowered. Die moet natuurlijk eerst naar een Cacturn toe. Maar hey, dit, geen probleem. Het gaat ons wel lukken. Ja. Ik wil nog een rock type en dan moet ik echt een box gaan craften. Dan moet ik even gaan minen, want ik moet die Ditto dan uit mijn team hebben. Ja, ik had iets anders moeten voorbereiden qua ja, die Ditto, want het is wel een leuk idee. Alleen nu neemt hij de hele tijd één spot in en gezien ik nog niet de kans heb gehad om een PC te bouwen. Omdat ja, dat kost natuurlijk wel wat qua ores en zo. Ja, heb ik dat nog niet gedaan. Ik ga nog even een stukje verder lopen. Hier heb je weer een Keknia. Deze Keknia spannen wel superveel. Het lijpste zou zijn als er gewoon een shiny Keknia was, jongen. Dan had ik die sowieso gevangen. Dat zou super lijp zijn. En nou krijg ik waarschijnlijk de reactie weer van Hessel. Stop nou eens met het zeuren over shinies. Ja, ik ben gewoon echt... Shinies vind ik het lijpste wat er is. Ik weet niet. Als je een shiny hebt van een bepaalde Pokémon... voelt het toch gewoon veel lijper als dat ik... ja... Als dat het een normale Pokémon is. Hier zie ik weer een trainer. Even kijken, level 25. Nee, die skippen we. Ik heb geen zin om dood te gaan. Ik moet denk ik ook wat gewoon op deze Geodudes gaan trainen. Want deze Geodudes kan ik denk ik wel in één hit dood krijgen. Ja, kijk, deze kan ik wel in één hit dood krijgen met mijn Keknia. Dus dat is in ieder geval al heel fijn. En als ik Keknia een beetje omhoog train en ik ga op een gegeven moment ga ik een Ball Tower vinden, dan wordt dat helemaal leuk. Want een Keknia die is ook nog eens dark en die kan dus op een gegeven moment dark aanval leren. En dat is dus weer een goede Pokémon ja, voor in de Mob Tower. Behalve dan tegen Sableye. Maar ja, Sableye is een apart verhaal natuurlijk. Even kijken, nog eentje hier zo. Bang, die is ook weg. Gewoon rustig een beetje trainen. Sandshrew, hey, die is ook geüpdate. Wauw, ook deze hebben ze geüpdate. En het ziet er ook weer best wel cool uit. Ja, shit, hij valt de verkeerde Pokémon van mij aan. Even kijken, switchen naar Keknia. Alleen, ik moet ook nog een Leafstone gaan vinden voor mijn Bellsprout. Zit ik nu opeens te denken, want als ik een Victory Bell wil, dan moet ik ook dat nog gaan doen. Even kijken. Oeh, Keknia is level omhoog. En Ingrain, the user lays roots that restore the HP on every turn. Oh, oké. Ja, maar daar hebben we ook Leech Seed al voor.
Nee, laat maar. Die hoef ik niet. Zo, die heb ik gewoon gecanceld. Ik kan ze altijd later nog bij een move tutor of iets terughalen. Even kijken, wat is dit voor trainer? Level 23. Nee, durf ik ook niet aan. We gaan gewoon nog een stukje verder. Ik zie daar wel weer Birch Forest. Daar kwamen we vandaan. En natuurlijk de 7e aflevering, mensen. Niet te vergeten. Moeten jullie allemaal een reactie gaan achterlaten met welke de volgende is die ik ga kiezen. Of de volgende twee types van Pokémon. Want ja, ik ben toch wel benieuwd waar jullie me mee gaan opzadelen. Want het zal natuurlijk best wel moeilijk worden om sommige types gewoon te vangen. En ja, om daar dan een heel team mee samen te stellen wordt nog lastiger. Ik ben benieuwd. Wat we sowieso niet gaan doen, dat kan ik al wel van tevoren zeggen, is Fairy Type. Omdat dat gewoon heel lastig is om daar een heel teampje mee vol te krijgen. En ik heb geen zin dat ik dadelijk echt super veel moeite moet doen. En dat ik na een week tijd nog niet heel team samen heb gesteld. En deze killt wel in één keer mijn... Ja, ik heb hier toch weer even niet bij nagedacht. En deze gaat dat ook niet lukken, want die wordt ook in één keer. Nou, kan ik rennen? Nee, ik kan niet rennen. Dewdude, kun jij rennen? Nee, kan ook niet rennen. Magnitude dan maar. Ja, dat heeft niet zo heel veel zin, want dat doet hij ook op mij. Shit, nou word ik weer geowned. En kan ik weer... Oh, nee, verkeerde... Nee, nou, dan moet ik dit maar doen. Sand Attack. Maak me nou af. Jongens. Ja, oké, dat was één aanval. Ik doe gewoon wel Sand Attack. Dan kan hij me alleen niet meer raken. Dan moet ik gewoon terug aanvallen. Maar dat is niet de bedoeling eigenlijk. Sloop me nou. Jongen, ik avoid all attacks. En ik ben gewoon heel rustig met een Ditto van level 5 hem aan het ownen. Dat is echt niet de bedoeling. Sucker Punch is op. Nou, dan ga ik wel Mudslap doen. Ja, hij heeft hem dood. Jongen. En deze kan zeker ook niet escapen. Nee, en dit... wacht even. Maar dit gaat nooit niet werken, want... Oh, wauw. Geen van zijn aanvallen doen effect op mij. Dus dat betekent dat ik gewoon vrij spel heb met Hoppip om deze Pokémon af te maken. Als ik dat had geweten... Holy shit, maar nou krijgt Hoppip dadelijk echt een enorme zooi XP van een Ductrio van level... Oh, wauw. Dit is wel freaking awesome. Ductrio heeft gewoon letterlijk geen één aanval die mijn Hoppip wat kan. En ik kan dus met een level 14 Hoppip nu een level 32... Ductrio in één keer slopen. Hoppakee. Even kijken. Level omhoog. Ja. Sleepo, de leer. Maar twee levels omhoog gewoon. Door die Ductrio. In ieder geval mensen. Ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon. We zijn weer een stukje verder gekomen. We hebben natuurlijk Keknia gevangen. We hebben wat Pokeballs kunnen verzamelen. We zijn weer een stukje verder in de serie. Ik denk alleen dat dit niet zo heel erg hoog gaat worden qua de eerste 7 dagen. Maar vergeet natuurlijk niet de letters te volgen. En ja, we zijn vandaag al op de 3e dag. Dus de 3e letter zal ergens in deze aflevering zitten. In ieder geval mensen, als je dit weer leuk vond, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.